Dit ben ik die op het punt staat om in de wilde oceaan te duiken met haaien van 3,5 meter groot. En dit is mijn vriend Eskiel die op een stier probeert te rijden. Now you're head up and down when you're ready. Oh, hij viel heel pijnlijk. Eskiel en ik hebben veel gekke dingen gedaan in ons leven. We zijn samen uit een vliegtuig gesprongen. Eskiel is uit een zinkende auto ontsnapt. Ik heb op een vliegtuig gestaan. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Wij doen dit omdat we geloven dat je de leukste ervaringen meemaakt als je uit je comfortzone stapt. Laatst hadden we het over angsten en was er eigenlijk niet echt iets waar Eskiel bang voor is, behalve dan geesten en iets breken. Eskiel heeft nog nooit wat gebroken in zijn leven. En ik daagde hem dus uit om dit op te zoeken en zijn angst te overwinnen. Hij ging akkoord met de uitdaging op één voorwaarde. Alleen als ik ook mijn grootste angst zou overwinnen. En dat is de diepe wilde oceaan. Dus daar gingen we. We mochten beide iets voor elkaar regelen waardoor we onze angst zouden overwinnen. Het mocht zo extreem zijn als diegene het wilde maken en we hoefden ons aan geen budget te houden. Er waren alleen twee regels. Nummer 1. De ander weet niet in welke situatie die wordt gedropt totdat dit bekend wordt gemaakt door de ander. En nummer 2. Niemand mag doodgaan. Omdat we ons aan geen budget hoefden te houden, hadden we beide iets super extreems geregeld en daarvoor moesten we helemaal naar de andere kant van de wereld vliegen. Volgens de GPS zijn we er bijna, Eskiel. Ja, ik heb kriebels, maar ik weet niet waarvoor, want ik weet niet wat ik kan verwachten. Wat denk je? Ja, kijk, Texas, dat is echt een cowboy-achtig, weet je wel. Dus ik denk dat het daar iets mee te maken heeft. Maar ja, mijn angst is natuurlijk om iets te breken. Dus ja, paardrijden of stierrijden, zoiets misschien. Stierrijden, een van de gevaarlijkste sporten in de wereld. En volgens ChatGPT nummer 2 op deze lijst. Deze sport staat erom bekend dat je een extreem grote kans hebt op blessures. En met name botbreuken. Het doel van stierrijden is om zo lang mogelijk op een wilde en krachtige stier te blijven zitten, terwijl het stier je ervan af probeert te gooien. En al krijg je geen blessure als je van het stier af wordt gegooid, dan krijg je hem vast wel omdat het stier je vervolgens achterna probeert te jagen en natrapt. Dit is dus perfect om Eskiel zijn angst te laten overwinnen. Alleen had Eskiel dus nog geen idee. Wat als ik echt iets breek? Dan ben je fucked up. Laten we uitstappen, man. Dan kom je erachter wat we gaan doen. Wat jij gaat doen. Poolrijden. Nee, je maakt een grapje toch? Poolrijden. Die stieren. Op zulke stieren. Op echt van die units. Deze stieren hebben echt dikke hoorns en zo, hè? Oh, hij heeft er echt geen zin in. Stel je voor dat je iets breekt, hè, bro. Ja, jongens, daar heb je helemaal geen zin in. Daryl. Ja. Yeah. Nice to meet you. Oké, nice to meet you. Hi, nice to meet you. SQ. He's the bullrider. He's the bullrider. Wat je ook vaak in films ziet is dat stieren achter je aankomen als je beweegt met de opvallende kleur vlag. Dus wij dachten dat Eskiel wel een goede opvallende outfit kon gebruiken. Een packet. Wat is dit? At least it's not yellow, but pink is not probably the best color for riding bulls. This is a liability form, basically explains. In the state of Texas, if you conduct yourselves in a rodeo arena like this, you understand that what you're fixing to do is dangerous, and you accept the responsibility for that. I understand. Because we're going to do everything we can to keep you safe, but some things just happen. Yeah, I have one question. Can I get your head on the boot? Not if you're wearing that pink stuff. And how long do you think he's going to stay on the boot? I mean, he looks pretty healthy. So I can sit on the pool for like 15 minutes? You only have to do it for 8 seconds. So you think he will get the 8 seconds? Een seconde, easy game boys, we hebben het over. Ik doe nog handje in de lucht. Ja, dat moet. Ben je ook bang voor Eskiel? Nee. Ik ga straks lekker op die tribune daar zitten, genieten. Eskiel kreeg wat basisuitleg op een simulator over hoe hij straks op een echte stier moet gaan rijden. Dit is geen lekker zitje. I like this. We try the other one. Zo zwaar, bro. Het lijkt echt een workout in een sportschool, man. En na 30 minuten was de simpele uitleg en het oefenen afgelopen. Het veld werd klaargemaakt, de stieren werden naar binnen gehaald en Eskiel zou over een paar minuten zijn angst om iets te breken onder ogen komen. Denk jij dat het fout gaat? Bro, hij ging echt heel dichtbij hier. Hij viel bijna op die fence. Hij ging bijna in het hek. Het enige wat er door mijn hoofd gaat is gewoon niks breken. Kijk, het maakt me niet uit hoe hard ik val, ik wil gewoon niks breken. Het ergste aan iets breken is dat ik er gewoon heel lang uit lig, dat ik in het gips lig en dat ik niks meer kan doen. Ik kan niet sporten, ik kan geen opnames doen. Ja, daar ben ik gewoon bang voor dat het ooit gebeurt. We are looking at the bull that he's fixing to get on. And which bull is it? His name is Slowmo. So there you go. It's a good thing that you're videoing because
for most guys, when on their first bull, they remember nodding their head and hitting the ground, and that's about it. Yeah. Everything in between is a blur. Whoa. I got stepped on last night. Stepped on by a bull? Mm-hmm. Did it hurt? I got a hole right here in this side of my leg right now from getting stepped on. They're a lot more powerful than you think. I stopped here. Ik ben wel een beetje zenuwachtig voor Rescue. Ja, ik ook. Hij gaat sowieso keihard vallen. Stop for just a moment, take a good deep breath, clear your mind, and then immediately nod your head. Don't give yourself time to think about it. Just let this bull do whatever he's gonna do. And these bulls ain't rank, and just have a good time. Succes, bro. Thanks, bro. Fucking veel succes. Echt respect. Oké, succes, bro. Concentreer je op de training die je hebt gehad? Oh, ik ben echt zenuwachtig voor Eskiel, man. Ik ook heel erg. Ik hoop gewoon dat Eskiel alles doet wat hem is geleerd. Ja, ik hoop het ook. Ik weet niet of hij dat nog weet. Nee, ik denk echt dat je gewoon puur probeert vast te houden. It's like the barrel, right? Sure. Okay, it's like the barrel. I will tell you, the barrel does not compare to the actual bull. Back straight, chest out. Als hij ja knikt, dan gaat de deur open. Stand up on your legs. Look right down here. Look right here. Don't take your eyes off of it. Okay. Now take a good deep breath and nod your head. So I have to knik right now, yeah? You have to nod your head right now. Nod your head up and down when you're ready. Oh, hij viel heel pijnlijk. Oh, Lissou! Hey! Oh, hij is gebroken, hij is gebroken. Hoe is dat? Lekker bro, hey! Oh, yo! Lekker bro! Lekker bro! Wow, dit is cool, man! Oh, even serieus, echt goed gedaan! Oh, yo! Hoeveel seconden was het? 3 of zo, denk ik. Oh, holy shit. Je hebt het gedaan. Holy shit, wat ervaring. Oh. Ik wil jou echt bedanken, man. Bro, dit is echt serieus het beste wat ik ooit heb gedaan in mijn leven. Bro, echt waar. Ik zweer het, dit ga ik nooit meer vergeten, man. Ik vind dit oprecht, ik lieg niet. Het beste wat ik ooit heb gedaan. En je hebt niks gebroken, je hebt je angst afstaan, ja, man. Je hebt je angst afstaan. En voor de situatie die Eskiel voor mij had geregeld, moesten we in een ander deel van de Verenigde Staten zijn. Dus vlogen we helemaal naar Florida. Oké. Okay. Het is een dag later en we zijn onderweg naar de locatie waar we volgens Eskiel moeten zijn. Dus Eskiel, vertel het maar, wat gaan we doen? We zijn speciaal naar Florida gevlogen om jou in het diepe oceaan zonder kooi te laten zwemmen met haaien. Zweer. Bro. Zweer. Nee, dat ga, wat ga je doen? Ik, dat ga ik wat echt ga je doen? Niet. Wie? Wie? Ben je fucking serieus? Dat ga ik echt wilde, niet doen, hè? Met wilde haai, niet in een kooi. Je weet hoe fucking bang ik ben voor die shit. Angst dat wil ik echt niet doen. Angst overwinnen, jongen. Zonder kooi, ja. Holy shit, gast. Daar heb ik echt geen zin in, ouwe. Fuck, man. En waarom Florida? Rond de kust van Florida heb je de hoogste concentratie grote haaien. Je zwemmen zelfs zwart puntrift haaien, hamerhaaien, bullsharks en zelfs tijgerhaaien. Succes. Nee, bro. Er bestaat echt geen kans dat ik in de wilde oceaan ga zwemmen. Laat staan met wilde haaien. You guys have about an hour in the water today with sharks. Alright, in the event that somebody falls overboard today, guys, please shout out man overboard. More importantly, point them out. I have a throw ring located at the back of the boat right here. Terwijl het breken van iets voor Eskiel een angst was die hij ter plekke had verzonnen, omdat hij aan niks anders kon denken waar hij bang voor was, is de wilde oceaan echt iets voor mij wat er al sinds mijn jeugd diep in zit geworteld. Altijd als ik als klein kind op vakantie naar de zee ging, was ik bang dat ik in het water door iets gebeten zou worden. Het idee dat je zwemt terwijl je niet weet wat er onder je zit, gaat niet goed in mijn hoofd. En daarnaast ook nog eens wetende dat er
er maar 5% van de gehele oceaan is ontdekt en dat er voor de andere 95% dus nog wezens in kunnen zwemmen waar wij helemaal niks van af weten. Plus, ik ben ook nog eens zeeziek en heb alleen mijn diploma A. Eén keer eerder heb ik deze angst proberen te overwinnen door 24 uur te overleven op de zee. Maar laten we eerlijk zijn, op een raft voel je je toch veiliger dan midden in de oceaan gedropt te worden zonder kooi met wilde haaien. Ik ben fucking zenuwachtig. Zelfs een skiel. Zelfs een skiel zenuwachtig. Kijk die golven, bro. De golven zijn echt 4 meter hoog. Holy shit. Heftige oceaan. Zo. Ik ben er een beetje stil van, man. Ik ben echt zenuwachtig. Ik zie het aan je. Ik tril ook. Je moet weten dat ik zeeziek ben en dan gaan we en op de wilde oceaan met haaien zwemmen. Sorry bro. En daar ging ik. Ik was zo bang dat ik mijn gezicht niet in het water durfde te doen. Ik ben zo bang. Deel is gewoon in het water. What the fuck, hij doet het wel goed en hij blijft rustig. Ja. Op een gegeven moment waren er 3 pool sharks van wel 3,5 meter groot. En om dit in het echt van dichtbij te zien in plaats van op National Geographic was echt insane. Ze kwamen steeds dichterbij. Zelfs zo dichtbij dat hij 1 meter van mij af onder mij doorzwom. Toen besefte ik me dat haaien eigenlijk helemaal niks kwaad doen en ze best wel verlegen zijn. Onze instructeurs op de boot vertelden ons ook dat haaien eigenlijk alleen aanvallen als ze het menselijk lichaam verwarren met een prooi. En terwijl ik mijn angst overwon, kwam SQ erachter dat hij ook zeeziek is. Ik kan niet meer. De terugweg op de boot waren we beide super zeeziek, maar eenmaal op de kust kwam het besef en waren we blij dat we beide onze angsten hebben overwonnen en een ervaring rijker zijn. Als je iets kan dromen, kan je het bereiken. Bedankt voor het kijken.